Als aan militairen een loonsverhoging wordt toegekend, moeten alle ambtenaren die ook krijgen. Dit zei minister Krishna Kumari Mathura van Defensie in het programma Onder de Loep van gisteravond. Aangezien het ministerie niet verantwoordelijk is voor de loononderhandelingen en er dus geen conflict is met de VRM, is er een kort geding aangespannen tegen de militairen. De bewindsvrouw stelt dat er een weloverwogen besluit genomen moet worden om de looneis van 150% van de VRM al dan niet in te willigen. Ga je met één groep als regering onderhandelen, ga je precedenten creëren. Want wanneer je één geeft, staan er 10 anderen. Want als we de militairen geven, dan gaat de douane daar staan, de politie daar staan, penitentiaire ambtenaren, CLO-mensen, iedereen gaat in de rij staan. Want waarom geef je één? Particulier, we vergeten vaak de mensen die in bedrijven werken. Die ook, iedereen zit in diezelfde boot. Dus elke beslissing die je neemt, moet goed afgewogen zijn van wat is die impact van die beslissing. Ik ben er helemaal van overtuigd dat iedereen in Suriname, en dat geldt niet alleen voor de militair, beter moet verdienen. Meer koopkracht zou moeten hebben. Alleen zitten we nu in een heel specifieke situatie waar je erg wel overwogen een besluit moet nemen. Mathura merkt verder op dat er ook gekeken moet worden naar de mogelijkheden die een land heeft op financieel vlak. Dit moet volgens de bewindsvrouw vooral omdat de regering ernaar streeft om haar monetair beleid in balans te brengen. Voor ons is dialoog nog steeds open en zal altijd open blijven. We hebben wel de zaak bij de rechter nu, de kortgedingrechter. En ik denk dat de kortgedingrechter uitspraak zal moeten doen. Maar de kortgedingrechter, de zaak is voorgegaan en ik wil niet te veel uitweiden daarover. Maar de rechter is bezig te kijken van hoe we weer tot dialoog kunnen overgaan. De twee advocaten praten. Maar voor ons staat dialoog open. Alleen zeggen we kunnen geen dialoog voeren als u in actie bent. Want ja, dan is er geen basis. Precies. Dus basis is er, stopt u met acties, laten we aan tafel zitten en laten we kijken met elkaar wat mogelijk is. De minister is het erover eens dat elk individu in Suriname beter moet gaan verdienen. Ze stelt dat de koersontwikkeling veel zaken met zich heeft meegebracht die nadelen heeft voor een ieder. Het beste is dat de regering doorwerkt aan stabilisatie van de koers. Het steeds verhogen van de lonen zal niet veel helpen, omdat je dan aan één stuk door gaat en niet geholpen bent, meent Mathura. Minister Omar Ramadine van Volksgezondheid wil vooralsnog niet veel kwijt over de kwestie rond de opgeschorte staking van de Vereniging van RGD-artsen, de VR.